In deze video gaat over de tweede wet van Newton. Dat gaat dus over krachtwetten, HAVO, bovenbouw. De tweede wet van Newton gaat over versnelling en vertraging. En die vindt plaats als de resulterende kracht niet nul is. Nou, gaan we eerst naar 6. Leg uit in welke van de volgende situaties sprake is van een versnelling. Een fietser rijdt zonder trappen de heuvel op. Dat betekent dus dat op hem de zwaartekracht en de wrijving werkt. Die werken allebei tegen de beweging in. Dus is er wel degelijk een resulterende kracht. En die is tegen de beweging richting in, dus dan krijg je een vertraging, een negatieve versnelling is dat. Een fiets oefent evenveel kracht uit als de tegenwerkende krachten samen. Dat betekent dus dat de resulterende kracht 0 is. En dat betekent dus dat hij zijn snelheid houdt, dus geen versnelling of vertraging. Peter houdt de glas boven de grond. Het glas blijft op zijn plaats. De zwaartekracht en zijn spierkracht die zijn even groot. Dus de resulterende kracht is 0, dus er is geen versnelling of vertraging. Peter laat het glas los, de zwaartekracht werkt op dat glas en misschien nog een beetje wrijving tegenin, maar die zal kleiner zijn. Dus is de resulterende kracht naar beneden in dezelfde richting als de beweging, dus je krijgt een versnelling. Het glas valt in de grond in stukken, dat betekent dus dat de richting en de snelheid van het glas afneemt. Dat betekent dus dat er een versnelling is. Waarschijnlijk een negatieve, want dus uiteindelijk snelheid zal afnemen doordat er energieverlies is bij het raken van de grond en geluid. En dus de snelheid zal negatief zijn, niet positief. Gaan we naar 7. Titi fietst op een horizontale asfaltweg. De totale massa van Titi met zijn fiets is 105 kilogram. En hij versnelt met een versnelling van 3,2 meter per seconde kwadraat. Bereken de resulterende krachten die op Titi... Tiki met zijn fiets werkt. Nou, de resulterende kracht is gelijk aan de massa maal de versnelling. Die zijn allebei gegeven, 105 en 2,3. Vermenigvuldigd 241 newton. Significant 2,4 x 10 tot de tweede newton. Want die 2,3 is in twee cijfers, dus je antwoord ook. Tiki ondervindt tijdens het versnellen een tegenwerkende kracht van 162 newton. Bereken dan de voorwaartse kracht die op Titi met zijn fiets werkt. Nou, hij moet natuurlijk die 62 newton tegenwerkende krachten overwinnen. De resulterende kracht die is 240 newton. Dus het verschil is dan zijn voorwaartse kracht. Die is 178 newton. En dan zeg, nou was het leuk. Maar als je erover nadenkt, klopt er natuurlijk helemaal niks van. Je hebt een resulterende kracht van 240 newton en je hebt 62 newton tegenwerking, dus die moet je overwinnen. Dus dan moet je niet bij elkaar aftrekken, maar die moet je bij elkaar optellen. Dus dan wordt het 240 plus 62 newton. Dat is 3,010 tot de tweede newton. Dus hier zit het antwoordboek even fout. Het is trouwens ook heel duidelijk, als je hieronder 78 invult en je doet min 62, dan komt er echt geen 240 uit. Dus dit is echt een foutje in een boek. Het moet 240 plus 62 zijn. Dus kom je dan uit op 3,0 maal 10 tot de tweede newton. Foutje in het boek. De motor van een motorboot is in nu bij 8 met een massa van 1031 kilogram zorgt voor een voorwaartse kracht van 6,01 kilonewton. Dus 610 newton. De wrijvingskracht op de boot is 658 newton. Bereken dan de versnelling van de boot. Nou, de versnelling breken weer met de tweede kracht van Newton natuurlijk. Eens kijken of ze het hier wel doen. De resulterende kracht is de voorwaartse kracht minder tegenkracht. De voorwaartse kracht is 610 Newton. De tegenwerkende kracht is 658 Newton. Als je dat verschil neemt, dan is het 5352 Newton resulterende kracht. Dat klopt wel, dat is goed. En die veroorzaakt dus de versnelling. Dus die stop je in de resulterende kracht is maximaal versnelling. De massa is bekend, 1031, dus die vul je ook in. Hou je alleen de versnelling over. En dan deel je die twee op elkaar en dan heb je hem. 5,19 meter per seconde in het kwadraat. Opdracht 9. Dan Margreet glijdt op haar slee met een versnelling van 3,0 meter per seconde kwadraat een helling af. Zie figuur. De massa van Margreet met de slee samen is 41 kilogram. Bepaalt de constructie de grootte van de componenten van de zwaartekracht langs de helling. Nou, eerst maar even de zwaartekracht uitrekenen dan. De zwaartekracht is massa maal g. De zwaartekracht is 41 kilogram maal 9,81. Staat niet dat die anders is, dan mag ik die gebruiken. 402 newton. Nou, dan kun je een tekening maken. Hier is een schaalfactor van 1 op 100. Ik zou liever 1 op 50 nemen, dan krijg je een wat grotere pijl. Maar goed, dat werkt wat nauwkeuriger. Maar goed, hier hebben ze 1 op 100 gekozen. Dan wordt de pijl dus 4 centimeter lang.
Nou, dan moet je natuurlijk deze hoek precies goed overnemen. Die is hier en die andere staat er dan loodrecht op. Nou, dan ga je dus de parallelconstructie achteruit doen. Zie je hoofdstuk 3. Dus deze heb je, deze twee moet je zien te vinden, maar je weet wel hun richtingen. Oké, dan pak je deze op, deze richting op en die leg je daar. En dan pak je deze richting op en die leg je hier. En dan krijg je dus die twee snijpunten en heb je deze kracht en deze kracht. Even denken, welke moesten we hebben? We moesten de kracht evenwijdig hebben aan de helling. Dus dat is deze. Die ga je dan opmeten. Die blijkt 2,1 centimeter lang te zijn. De schaal is 1 op 100, dus dat is dan 210 newton. Als je die kant 2,1 want 10 tot de tweede newton. Dan B berekent de grootte van de schuifweerstand die de slee ondervindt. Nou, je moet de berekening met de resulterende kracht en die kracht evenwijdig aan de helling. En met de resulterende kracht, die gebruik je dan voor de tweede wet van Newton, hè, FSMLA. Nou, dat gaan we eerst even doen. De resulterende kracht, massa maal versnelling, 41 kilogram. De versnelling is 3, dat staat hier gegeven. Dus de resulterende kracht is 123 Newton. De kracht naar beneden lang deze is 210 newton, de resulterende kracht is 123 newton, dus is een, de wrijving is dan het verschil tussen die twee en omhoog gericht. En dat wordt hier gedaan, het ziet er dan ingewikkeld uit, maar de resulterende kracht is voorwaarts minder schuifweerstand, de resulterende is 123 newton. De component langs de helling hebben we net berekend, dat is 210 newton, dus die vul je allebei in, dan krijg je dit, 120 is 210 minder schuifweerstand. Nou, als je die van elkaar afhaalt, is dat 87 newton. Die doen ze het wel goed. Afgerond 9,1 maal 10 tot de 1 newton. Even kijken, waarom doen ze hier maar 1 cijfer nauwkeurig? Dat heeft is alleen nodig als 1 van je gegevens maar in 1 significant cijfer gegeven was. Volgens mij is dat niet zo. Ik zie wel twee significante cijfers. Hier ook 2. Deze is 3. Dit is toch 2,1 centimeter. Dus ook 2. Ik begrijp niet goed waarom dat ze hier één significante cijfer. Volgens mij is 87 newton gewoon goed. Twee significante cijfers. Nou, gaan we naar opdracht 10. In figuur 4,8 zie je 3 keer dezelfde slee met een trekkracht. In alle tekeningen zijn de wrijvingskracht, de trekkracht en de steilheid van het touw gegeven. Zet de sleetjes in volgorde van toenemende versnelling. Nou, moet je even kijken hoor. Hier heb ik de 170 newton in een kracht van 30. En hier heb je een kracht van, van 23. Dus deze, die hoek is kleiner. Dat betekent dus dat de kracht deze kant op groter zal zijn dan bij die twee. Dus even kijken. En als je gaat vergelijken, deze en die hebben hetzelfde hoeveelheid newton. Ja, dus deze heeft de grootste kracht die kant op. En maar 85 newton wrijving. Dus dit is de grootste. Dan komt deze. Deze hebben een kleinere kracht naar voren. Maar wel allebei hetzelfde. Maar kleiner dan die. Deze heeft een kleinere wrijving dan deze. Dus de versnelling van deze zal groter zijn dan van die. Dus dan heb je achter in volgens C, A en B. En even kijken, je moest het in toenemende versnelling zetten, dus dan wordt het niet C, A en B, maar B heeft de kleinste versnelling, dan A en dan C. Dat was paragraaf 2. In het volgende filmpje doen we paragraaf 3.